Wat als je ineens ongewild de hoofdrol speelt in een nep pornofilm? Het is gewoon jouw gezicht. Ja, maar je hebt ook helemaal expressies. Het overkwam journalist Welmoed Seidsma. Je gezicht is namelijk op dit naakte lijfje geplaatst. Er lopen zieke gasten op deze wereld rond die hierop geilen. En ze is niet de enige. Ik word vooral boos als ik zie wat voor vrouwen er nog meer op staan. Staat het nog steeds online? Ja. Gadver, ik vind hem echt vies. Steeds vaker worden beelden van vrouwen misbruikt voor nepporno. Onderzoek heeft laten zien dat ongeveer 96% van alle deepfakes die tot nu toe zijn gemaakt, fake porno is. Dat hebben wij niet. Enorm, ja. Hè? Ja. Hier zie je bijvoorbeeld iemand die vraagt, kun je mijn kleine zusje? Je ziet echt dat het een minderjarig kind is. Wat heb je nog te zeggen over jouw online identiteit? They really believe that this was me because of the ID. De schimmige wereld van deepfake porno. Ja, maar hij heeft dus wel een hele duidelijke link met Nederland.